Ja, dit is natuurlijk een prachtig voorbeeld van een obade op afstand. Je mocht niet bij elkaar komen. Hier is blijkbaar iemand jarig. Iemand heeft geregeld dat daar een draaiorgel staat. Dat is ongetwijfeld de jarige. En die mocht op dat moment niemand ontvangen thuis. En op deze manier kon hij toch zijn verjaardag vieren. Erfgoed Leiden en omstreken is op zoek naar dit soort foto's en filmpjes, gemaakt door gewone mensen over de crisisperiode die we nu doormaken. De bedoeling is om ze te bewaren voor latere generaties. Ja, soms denken ze misschien dat het niet goed genoeg is om aan ons op te sturen, maar dat valt alleszins mee. Ik bedoel, heel veel foto's van lege schappen. We hebben op dit moment maar een paar foto's van lege schappen, terwijl die toch in het begin gemaakt moeten zijn. En als je het nu zou willen maken, dan zou je ze moeten ensceneren, want op dit moment zijn er geen leegschappen meer. Dat hamsteren, dat is echt alleen maar in de hele eerste periode geweest. En ja, dat moet je dus toen gedaan hebben. Er zijn al heel wat foto's en filmpjes binnengekomen, maar het archief krijgt er graag meer. En ook dagboeken zijn zeer welkom. De kinderen van nu, van zeg nu tussen de 0 en 10 jaar, die zullen over 20, 30 jaar hier nog eens aan terugdenken en misschien aan hun kinderen willen laten zien hoe dat dan was in die periode. Ja, dan moet je wel iets hebben. Ja, dan komen ze misschien bij jullie terecht, maar er zijn toch nog op internet heel veel andere mogelijkheden om het op te zoeken. Ja, dat klopt. Maar wij zorgen ervoor dat dingen voor de eeuwigheid bewaard blijven. En dat is het grote verschil van internet. Dat is ook een beetje toeval of iets bewaard blijft of niet. Iemand kan het ook weer afhalen. En deze zit in ieder geval al voor de eeuwigheid in het archief. De tijdelijke markt op de Leidse Lammermarkt.